Welkom dames en heren bij weer een nieuwe Feyenoord commentary. Het zijn de laatste wedstrijden van het seizoen nu op de bekerfinale. Nou, die hou ik voor volgende aflevering. Maar goed, we beginnen met de pot tegen AZ. AZ natuurlijk de nummer 2 in de competitie. En wij staan nummer 3, dus we moeten hier winnen eigenlijk. Gewoon de volle 3 punten om die tweede plek weer terug te krijgen. En ja, toch die Champions Cup ticket te pakken. Want dat is toch eigenlijk wel het doel deze periode. En hier zie je zo, Benja draait weg van Viergever. En laat voor... Ik denk Alvarado volgens mij. Hij laat hem compleet kansloos. Het is een ongelooflijk lekkere knal van Yassine Benzia. Die echt als kool groeit. Dat is volgens mij hoe je het zegt. Maar ja, je ziet daar. Het is vrij simpel weggedraaid. Knallen achter de keeper. En dan is het 1-0. Vroeg in de wedstrijd al. Maar op slag van rust. Berends heeft hier de bal. Die is lang één verdediger al. Niemand pakt hem aan. En dan knalt hij met zijn zwakke been. Heerlijk in de rechterhoek. Keeper kan er niet bij. Ik dacht dat hij de bal zou passen van Eltidoor. Dus daarom wacht ik zo af. Maar ja, hij ging voor eigen succes. En ja, heel knappe goal van Roy Berends. En dan moet je in de tweede helft aanzetten. En dan hier zo had ik bijna kon ik schieten. Maar goed, dat wordt in inworp. En dan moet je kijken wat je daar moet je best uithalen. Benzia heeft dan de bal. Benzia krijgt hem met Mavrias. Mavrias naar Aschabar. En Aschabar in de korte hoek. Kuiper kan er niet bij. Aschabar is zo'n fijne voetballer. En dat is mooi, want ik heb een probleem voor de tweede seizoen. En dat is namelijk, ik kan waarschijnlijk Locadia niet meer gebruiken. Om simpel reden, ik heb op dit moment het geld niet om Locadia te halen. Maar dat is niet erg, want ik heb die financiële overname in het begin van het volgende seizoen. Dus dat komt helemaal goed. Dan gaan we echt de Champions League in en dan wordt het echt leuk. Maar ik lees ook jullie reacties natuurlijk. En ik zal aan het eind wat even wat zeggen over wat ik met Ultimate Team ga doen. Ik heb daar wel plannen voor, maar ik moet even weten wat jullie mening daarover is. Maar goed, wij winnen hier gewoon vrij eenvoudig met 2-1. Dat betekent wel dat PSV de kampioen is in de Eredivisie. We zouden dat alleen nog kunnen worden als PSV alle 4 zou verliezen. En ze hebben pas 1 keer verloren dit seizoen. Dus ja, dat zag ik niet echt als realistisch. Maar goed, de volgende pot tegen NAC. Daar verwacht ik toch vrij weinig problemen in. 3 blessures hadden ze, waaronder Hadoubier. Die mij vorige keer erg veel problemen zorgde toen ik van ze verloor. Maar ja, Klaas krijgt hier al de bal bij Piasson. Tussen 2 verdedigers door. Schiet hij hem in de lange hoek langs de Rauwelaar. 22e minuut. Nummer 26 scoort hem. Geweldige goal van de jongeling die echt enorm talent is. In de nieuwste FIFA update is hij ook al 72. 18 jaar en 72. Dat is best echt... Dat is ziek. Dat is echt heel ziek. Maar goed, Piasson dus maakt het 1-0. En dan was het daarna een probleempje. Want Nelom bleef liggen. En Nelom is geblesseerd. Wat ik echt niet kan hebben. Ik vind Nelom echt een heel fijne speler op de linkerflank. En hij voelt ook echt... Pardon. Hij voelt ook echt beter dan hij is. En ik ben, ja... Jammer dat hij geblesseerd is. Maar goed, we hebben altijd Boetjes nog. Boetjes... Ja, ik weet niet hoe ver die gaat komen in zijn ontwikkeling. Ik denk maximaal 80. Dat is het beste wat ik uit hem kan halen. Maar ja, Boetjes die geeft in de tweede helft wel aan Piasson. Die krijgt hem met Loka. Die gaat zo dood eenvoudig langs Bottingen. En die knalt hem dan achter de Rauwelaar. Zijn 21ste van het seizoen. De 2-0 tegen NAC. Het is klaar. Het is gedaan. NAC kan beter opgeven. Want ik zie het gewoon niet gebeuren voor ze. Als je zo dood eenvoudig gaat verdedigen, dan verdien je niet een goal. En die krijgen ze ook niet. Het eindigt 2-0. Ik was tevreden met die uitslag. Piasson met een 9,7. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar ja, spelen geblesseerd 8 dagen. Wat betekent dat hij de volgende wedstrijd tegen PSV mist natuurlijk. En ja, ik verwachtte hier weinig. Want ja, het is toch PSV. Ze hebben maar 1 keer verloren en dat heeft een reden. En ik ging ook even de contracten verlengen van Leerdam en Nelom. Om de simpele reden dat ik ze dan kan verkopen en ze niet gratis de deur uitlopen. Ik kon wel een contractaanbieding doen, maar je zal straks zien, ik kan hem niet binnenslepen. Ik wijs de bos van Twente af, want ja, kom op, Twente. Nee, ik heb niks met Twente, ik mag ze niet. Ik vond ze leuker toen ze het provincieclubje waren. Dat toen een keer een goed seizoen had met Elia, Arnautovic en Nkufo. Dat was Twente en niet deze rotzooi. Maar goed, ik moet een beetje de opstelling aanpassen. Wedstrijdje tegen PSV, erg belangrijk. En ik blijf nog steeds in dat beleid hangen. Als een speler niet donkergroene fitheid heeft, dan speelt hij niet. En zo betekent dat ik mijn hele middenveld en aanval om moest gooien. Geen probleem mee, doe ik gewoon even. Ik bedoel, dat moet ook gedaan worden. En ja, geef hier wat kansen voor spelers als Fernandes om een beetje tevredenheid te houden. Pelle was toch gehuurd, dus het kan me geen reet schelen of hij tevreden is of niet. Maar goed, Stroopman was bij hem geblesseerd en dat kwam me wel goed uit. Ik dacht dat ik kans had. Maar ja, in de 52e minuut ligt Matal schaft de bal geweldig voor bij de tweede paal. Mertens is daar om in te tikken en via Capino gaat die bal dan nog in het doel. En ja, dan een kwartier later komt de bal bij Toivonen. Toivonen met een geplaatst schot maakt er 2-0 van. En mijn frustratie op dit moment was groot.
Laat ik het zo zeggen. Dat is de beleefdste manier om het te brengen. Want 2-0, ja, ik had beter verwacht. Natuurlijk was het niet mijn A-opstelling, was een B-teampje. Maar ja, toch wilde ik beter. En ik krijg een goede kans dat Fernandes hier legt hem klaar voor Arshavar. Het is een vieze intikker, maar ik neem het. Want ik zag een kans. Ik zag nog een punt aankomen. En ik hoopte er echt vurig op. Maar het mocht niet zo zijn. We verliezen met 2-1 bij PSV. Erg teleurstellend. En ik zal het kort hebben over Ultimate Team nu. Want ik zag alvast de laatste wedstrijd simuleren. Die kon me gewoon geen reet schelen. Ik kon het niet hebben na die pot tegen PSV. Maar goed, ik kan het dus niet hebben om Locadia te fixen. Dus misschien als ik het extra geld krijg, kan ik hem misschien nog net halen. En anders, ja, jammer. Maar goed, ik wil misschien iets doen. Ik heb namelijk alleen een standaard team wat je van packs krijgt. Ik investeer niet vaak veel geld in Ultimate Team. Dus ik wil wel dat het dan echt de moeite waard is. Als dat crap bekeken wordt, dan moet ik echt niet goed. Maar goed, ik ben benieuwd hoe dat loopt. Misschien zoals een Road to Glory, weet je, zoiets wat vaak gedaan wordt. Maar ik probeer er iets van een twist aan te geven. Daar ga ik aan werken. Maar goed, de laatste competitie tegen Zwolle wordt wel met 3-0 gewonnen gewoon. We krijgen 5,6 miljoen extra budget. En dat is natuurlijk prachtig, want ik simuleer het even door tot de bekerfinale, die we natuurlijk nog niet gaan spelen. Dat is voor de volgende aflevering. Ik hoop dat je weer een like achterlaat. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En ik zie jullie hopelijk morgen weer. Peace!